En vandaar het een goede dag. We zijn live bij het kabinet van de president. En de mensen van ABS die dienen een petitie in bij de president, bij het kabinet van de president. En wij mogen niet erbij. Ze hebben gezegd dat wij niet erbij mogen. Dat is heel jammer, want deze man die duwt ons weg van de plaats. Maar we gaan dus dan even afwachten om te kijken wat ze allemaal hebben kunnen vinden bij het kabinet van de president. Wij mogen niet erbij. Het is best wel vreemd hoor, dat er een petitie wordt ingediend bij het kabinet van de president. En de pers mag niet erbij zijn. Met de dag maken we zaken mee met deze mensen waarbij je zelf denkt van wat gebeurt er allemaal in Suriname. Er wordt een normale petitie ingediend en de pers is erbij om dus dan verslag te doen hoe dat gebeurt. En we mogen niet erbij. Ik bedoel, waarmee zijn we dus dan bezig? Maar goed, u heeft het gehoord. We weten niet wat ze bereikt hebben. Ik zie meneer, hoe heet hij? Ik zie meneer Berestein erbij en andere mensen waarschijnlijk van de bond. En ze dienen dus dan de petitie in bij het kabinet van de president. Maar ik heb wel mijn bedenkingen hoor. Ik bedoel, waarom mogen we niet erbij? Want normaal als er een petitie wordt ingediend hier bij het kabinet van de president, is de pers normaal erbij. Want ze gaan niet naar binnen, gewoon bij de stoep staan ze. En ik denk dat de directeur van het kabinet dus dan naar buiten is gekomen om de petitie in ontvangst te nemen. En de pers mag niet erbij. Dat is best wel verschrikkelijk. Maar goed, we zijn nog hier. We weten niet hoe lang het gaat duren, want als het te lang duurt, dan gaan we dus dan die live toch moeten beëindigen. En verder gaan met het werk dat wij doen, want we hebben ook andere items die wij moeten doen. Maar nogmaals, we vinden het heel erg dat er een petitie, een normale petitie wordt ingediend. En wij van de pers, wij mogen niet erbij. Ja. Ze zijn nog steeds bezig. Ik weet niet wat ze allemaal zeggen. Van afstand kijk ik naar de mensen. Kan je die mensen niet even in beeld brengen? Misschien kan je zo staan. Kan niet dan? Oh ja, kan niet. Oké. Okay. Dat is best wel verschrikkelijk, hè? Dat we dat niet kunnen meemaken. En zelfs die guard lacht erop, maar goed, hij doet zijn werk. Maar dit is toch altijd live vanuit het kabinet van de president. En we mogen niet erbij zijn. De mensen van ABS, de medewerkers van ABS, dienen een petitie in. We weten dat ze in beraad zijn. En ze hebben vandaag dus dan de president opgezocht en ze dienen een petitie in. Niet de president is naar buiten gekomen, maar ik zie daar de directeur van het kabinet van de president is dus dan naar buiten gekomen om de petitie in ontvangst te nemen. Nogmaals, dit is voor mij best wel vreemd, want we hebben eerder zulke zaken meegemaakt dat er een petitie wordt ingediend bij het kabinet van de president. Ze zijn niet eens naar binnen, ze staan op de stoep, dus we zouden dat wel mogen. Altijd hebben we dat gedaan, dus ik weet niet waarom we vandaag niet erbij mogen zijn en dat we weg worden gestuurd. Dat vind ik best wel heel lastig en heel vreemd natuurlijk. Maar goed, nog altijd live. We blijven even checken. Waarschijnlijk als ze naar buiten komen, dan willen we ze vragen wat ze bereikt hebben. Want ze zijn al een tijdje, ik geloof een paar dagen in. De onderhandeling van de Mopuruja. Maar dat gaan we ook live uitzenden, toch van de Mopuruja. Het is toch verschrikkelijk. Ik bedoel, is een petitie wordt ingediend. Ik bedoel, dit. We moeten ook weg van hier. Huh? Oké. Okay. We gaan even wachten. En we hopen dat die mensen zo snel mogelijk naar buiten komen. Dan kunnen we ze dus dan ook vragen wat ze bereikt hebben en wat er afgesproken is met het kabinet van de president. Het is best wel een kleine groep waarop trouwens er werken niet zoveel mensen bij het kabinet van de president. Nee, sorry, van ABS. Ik kom helemaal in de war, hè, Damien. En Damien staat letterlijk mij uit te lachen. Oh ja, ze komen eraan. Ik zie meneer Berestein erbij, dus waarschijnlijk kan ik hem vragen wat er is bereikt. En zo kunnen we dus dan verder. Eindelijk hebben wij iets kunnen horen van ze.
Meneer Berestein. Goeiedag. Dit is een live, hè? Dit is echt live, hè? Maar ik ben niet live. Dus ik ben niet live? Nee. Wat heeft u bereikt? Nou, het zijn natuurlijk de mensen van het statistisch bureau, de direct betrokkenen. Ik heb ze begeleid hier naartoe. We hebben een petitie aangeboden aan de president. Dus maar waar het ging om het feit dus dat er geen zekerheid was over de uitvoering van een iets dat is overeengekomen, is er dus vanmorgen overleg geweest met de directie. Ja, er is een brief gekomen, die brief was onduidelijk. En na dus dat er overleg is geweest, is dus afgesproken, ja, er is mandaat gekomen dat de zaak, die 25% gaat worden uitbetaald. Okay. Waar we nu mee zitten, is wanneer wordt het uitbetaald. Toch? En daarvoor zijn we hier gekomen om een beroep, onder andere hoor, om een beroep te doen op de president dat er zo snel als mogelijk wordt uitbetaald. En we weten dat er administratieve rompslomp aan verbonden is. Weet je, de mensen gaan zo in vergadering weer om te bepalen wat ze met betrekking tot dit stuk gaan besluiten. Mm-hmm. Ja, over de uitvoering. Weet u, en ja, dan hoor je dus dat formule er nog. Het is dus al gewoon een toezegging, dus. Wat, hè? Een toezegging dat het uitbetaald zal worden. Ja, maar wanneer is niet duidelijk? Nee, maar er is ook getekend voor een principeakkoord. Maar uitvoering wanneer, dat nog de duidelijk. Waarom is dat niet erbij vermeld? Nou, dus dit soort dingen, kijk, enigszins ga je dat voorstellen. Omdat het is vandaag overeengekomen, twee, het gaat om een TWK. Hmm. Ja, toch? Na januari 2021. Is dat weer, toch? Dus, 2021? 2021, ja. Naar voor money. Sans voer. Nou, je bedoelt dat dit maar een beetje achterstand. Ja, inderdaad. Het is een beetje achterstand. Ja. Weet je? Dus. Maar gaan die mensen dus dan normaal weer werken? Is dat de bedoeling? Dat besluit gaan ze zo nemen. Maar wat stelt u voor als vakbondsman? Nadat jullie dit hebben gehad, er is een toezegging gedaan. Ik bedoel, wat gebeurt er dan? Ja. Dus ik heb ze daar al over gesproken. Ze moeten nog een formele besluit nemen. Maar men gaat wel richting opschorting. Mm-hmm. In afwachting van het antwoord op de formele uitvoering, hoe en wanneer. Ja. We blijven het volgen dan. Aboem, moet dat. Maar waarom mag de pers niet erbij? Nee, wie is dat? Dat is best wel vreemd. Wie is dat de pers niet erbij, man? Dat hebben die guards zoals gezegd dat vanuit... Oh, dat demo-actie. Wij hebben jou uitgenodigd als pers. Nee, maar dus wij de petitie bij de indiening van de petitie mochten we erbij. Nee, maar dat is een demo-actie. Aan de meer. Dat vonden we best wel vreemd. Ja, dat... Meneer, hebben iets vragen? Dankjewel, meneer Berestein. En zo hebben we gesproken met meneer Berestein, die heel spontaan ons te woord heeft gestaan en ons vertelt wat er allemaal hier gebeurt. Dus de mensen gaan dus dan weer onderhandelen om te kijken als ze dus dan gaan starten met het werk of ze dus dan doorgaan in beraad. We bedanken u voor deze korte reportage vanuit het kabinet van de president. En we zijn er over 5 minuten terug, want dan praten wij met meneer Ronnie Asabina over de uitspraak van de PG wanneer het gaat om de reis, de dienstreis naar Gabon. De voorzitter heeft niets onrechtmatig gedaan, zegt de PG. Blijf te kijken, tot zo. Awanya, Yeshimi, dat komt dat je 17 september, Kabula is lekker party. Awanya is even def op party. Let op, 1 uur middags tot 1 uur in de ochtend. Dus vanaf Bakana tot in de avond. Let wel, help mama met alles, bezig met je vader. Ik heb dat zeker idee nou. Tot 6 uur, 50 SRD. Na 6, 2:50. Ik bedoel van Biggie Dalla. Half 7 tot 7 uur. Na uur dat mi Awanya play. Als je ready bent, mag je komen. Binnen is binnen, eenmaal binnen. Teko is in, Guadoro is in, Moro. Awanya is in. Is dat je belle mensen dat zijn ik about Kabula lo sabi. Sukru tiki moes voedi in apak. Dat ik mensen 17 september. Alas mij go richt in Senaida. Kabula is lekker. Tenanga 6 euro. Een kaart ik was 50 SRD. En wie komt morgen laat je pijt 250 SRD. Dus kom voor want sukru tiki speelt 7:30 tot 8 uur. En dan dansen naar tenanga wajur. En wie dat is zee. Binnen is binnen. Want ik die dat is zee. Je sukwa mooi olo je knap. Je drink wansan je bij wansan. Sukru tiki schuit in aan mooi poku. Hey! Boom! Oui, mafia, it's all about 6 September.
Kabula is lekker festival, tapi in Sanai, de Marambassa, ik noem hier SMFL, de Falaina. Binnen is binnen eenmaal, binnen is Sabeta, ik noem maar Guadalosi. En dan is het Bigi Wajuru Bakana, Tanga Wajuru Musdi. Sabeta, ik kan tegen als 50 SRD, Baka 6 uur, ik kan tegen Moro Diri. Sabeta, ik kan alles maar komen, ik kan precies, Sabeta, ik toch. Si mafia, doe een blok, go. En wanneer je migreert, kun je aan die winstor, aan die dammi fallout, baat je baas, 7 september, Messiah, alles maar.